Sparta wint van Utrecht en plaatst zich voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. Na penalties, terechte winnaar ook Sparta of de meest gelukkige winnaar? Nee, 100% de terechte winnaar. Hè. Ze hebben de wedstrijd weliswaar verloren, dat was al onterecht. En met een paar dubieuze arbitrale beslissingen, een hensbal waarvan je kan zeggen, nou, volgens mij is dat een hensbal, verdient Sparta een penalty. Een doelpunt dat volgens mij ten onrechte werd afgekeurd. Je had het idee dat die spelers van Utrecht meer bezig waren met hun vakantie en dan met de finale van play-offs om Europees voetbal. Ik vind het ook onwijs knap als je ziet hoe wij al die penalties maken. Jazeker. Is daar op geoefend deze week? Ja, gisteren toevallig. Het zag er niet best uit. Want? Als ik zag hoe wij gisteren de penalties namen, dan hield ik mijn hart vast vandaag. Alleen als je dan ziet onder deze omstandigheden, deze druk, ze zo kan binnenschieten, ja, petje af. Hij staat bekend als een penalty killer en maakte dat wat dat betreft helemaal waar, hè, met twee gestopte penalties. Ja, en het was Nicky in oranje, olé olé. En ja, dat begon eigenlijk al bij de start van de penalty-serie. Nou, onwijs trots gevoel. Zeker als je ziet waar je vorig jaar vandaan bent gekomen. En dat je dit hebt kunnen bereiken in een jaar. Ja, natuurlijk geeft dat een trots gevoel. En ook, ja, gewoon een super trots gevoel. Maar zit daar iets in, een kern van waarheid? Ik bedoel, als je vorig jaar bijvoorbeeld Andries Noppert ziet, ook daar werd hij toegezongen, hè, door de toen nog Go Ahead Eagles fans. En ja, een half jaar later zit hij in oranje. Ja, bij hem is het wel al gebeurd, bij mij nog niet. Dus we gaan zien wat de toekomst brengt. Ik vind het een beetje een kleine keeper. Te klein eigenlijk voor het Nederlands elftal. Maar ja, als je een echte penalty killer mee wil nemen naar het EK, als Nederland zich ervoor kwalificeert volgend jaar in Duitsland. Ja, dan zou je Olij wel bij de selectie kunnen halen. Want hij stopt meer penalties dan onze andere gekende penalty killer Andries Noppert. Maakte Sparta in die finale tegen FC Twente kans? Want FC Twente maakte toch tegen Heerenveen vandaag een hele goede indruk. Klinkende 4-0 zegen. Geen enkele kans. Sparta maakt echt geen enkele kans. Nou ja, Twente is is zeker een sterke elftal. En dat weten we al, ook van de thuiswedstrijd en uitwedstrijd die we daar hebben gehad dit seizoen. Ja, maak je kans? Ja, je maakt altijd kans. Alleen op dit moment is dat iets waar je morgen mee bezig bent en niet vandaag. Je zag al heel veel spelers van Sparta, ook de spits, Lauritsen, die moesten uitvallen met een blessure. Het wordt echt mesh de komende 2-3 dagen hier in Rotterdam om alles en iedereen op te kalafateren. Ja. En dan weer twee wedstrijden spelen in hele korte tijd, in 4 dagen tijd. Ik denk dat dat veel te veel gevraagd is voor deze spelers van Sparta. En als je zag inderdaad hoe fit SC Twente nog oogde, hè, in de slotfase tegen Heerenveen. En Heerenveen wegspeelde met 4-0. Dan neem ik niet aan dat Sparta enige kans heeft om Europees voetbal te halen. Heeft de FC Emmen nog iets te vrezen van Almere City, denk jij? Nou, dat denk ik wel. Als ik FC Emmen zag spelen tegen NAC thuis, vond ik het niet echt bijster overtuigend. En Dick Lukien zei zelf van dat Emmen met schrik was vrijgekomen. En dat vond ik ook. En pas nadat Emmen gescoord had, toen viel er eigenlijk wat van Emmen af. En het hinkte op twee gedachten. Maar ja, Dick Lukien is om dat uit die kopjes te krijgen van de spelers. En dat was blijkbaar heel moeilijk. Een doelpunt van Zivkovic was daarvoor nodig. Daarna heeft de NAC eigenlijk geen enkele kans gehad. En NAC is gewoon een stuk zwakker. Maar is ook een stuk zwakker dan Almere City FC. Die een heel aardig en zeer behoorlijk voetballend elftal hebben. Alleen zij hebben veel moeite om doelpunten te maken. En dat kan ze wel eens opbreken. Hoe goed is de prestatie van Mark van Bommel met Antwerp FC en de beker gewonnen. En vandaag ook krankzinnig einde en kampioen geworden van België. Ja, de dubbelpakken, dat is natuurlijk iets waanzinnigs. En zeker als je het scoreverloop meekrijgt. En dan volgens mij in de 94e minuut dat uiteindelijk Toby Alderweireld, zijn aanvoerder, de man die terug moest komen, dat hij de beslissing brengt voor FC Antwerp. Natuurlijk een geweldige prestatie, ook voor Overmars. Die heeft echt gezorgd voor een voor Belgische begrippen een uitstekende selectie. Maar het leek nog even fout te gaan, vorige week al in die thuiswedstrijd. En nu opnieuw, en ja, als je dan zo'n ontlading ziet en als je dat ziet gebeuren als Mark van Bommel, dan kan ik me voorstellen dat je even de weg kwijt bent. En dat zei hij ook. Hij wist even niet meer waar hij was en wat er nu allemaal werkelijk aan het gebeuren was. Maar ja, de dubbel pakken met SC Antwerp, volgens mij heeft die club 50 jaar geleden voor het laatste kampioen gespeeld in België. Dus een geweldige binnenkomer voor hem.